allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Welkom terug op het kanaal. Wij hadden jullie beloofd om jullie een video te laten zien met die BMW M850i. Vandaag gaan we zijn auto helemaal even doornemen. Een paar mooie shots. Het is vandaag zondag. Hij gaat komende week ook die auto misschien chippen. Van 530 pk heeft hij nu naar hoeveel pk? 680 pk, wellicht 680 pk. Ben je er weer klaar voor, jongen? Oké, doe maar nu weer nog een cold start. Dit keer met daglicht. Ik zie die carbon nu pas, man. Mooie carbon pak. Wow. Ja, dit bedoelde ik. Ja. Wow. Super dik. Ja mensen, wij dachten dat jullie het leuk zouden vinden om die M850i even uitgebreid aan jullie te laten zien. Jongen, gaan we voor. Oké, dit is een M850i. Het is eigenlijk een zwarte auto, maar er zit een folie op, matgrijs. Een 4.4 liter V8 motor met twee turbo's in hot V vorm. Die C63 heeft een 4 liter, maar wel dezelfde blokvorm. Dit is de motor mensen en deze heeft 535 pk, 750 Nm. Aan koppel, die kan weer dicht. Hij heeft 20 inch velgen. Mijn neefje die gaat deze velgen wel veranderen. Volgens mij gaat hij dit gebruiken als winterset en dan komt er een zomerset voor terug. Pirelli banden. Dan gaan we verder. Hij heeft een carbon pack op die carbon details. Carbon, carbon, nog meer carbon. Nog veel meer carbon. Hier staat nog meer carbon. Waarschijnlijk is die frame van die auto carbon ofzo. Of die chassis, chassisdelen. Die nieren staan nu open. Deze kunnen automatisch dicht. Die sierlijst is heel mooi. Die wordt getrakteerd met die M850i logo. Deze auto heeft een nieuw prijs van 190.000 euro mensen. 188.000 euro om precies te zijn. Focus ook echt mooi. Maakt niet uit van welke kant je kijkt. Je ziet die 8. Doesn't matter. Hop hop. Weer een M. Interieurverlichting. Hier, je kan die kleur helemaal naar je smaak. Dit is natuurlijk niet meer nieuw. Maar dan wordt die blauw. En niet te vergeten, BMW laser. Ik weet niet wat dat precies inhoudt, maar... Dat is die verlichting tot en met 1 kilometer. 1 kilometer verlichting. Yes. Ja mensen, mijn neefje dus gekozen voor een 8-serie. Super dikke auto en ook super snel. Is er nog een reden waarom je voor deze auto hebt gekozen? Hij is natuurlijk super mooi, daar niet van. Ik had hier voor een M4. Dus die M4 was een hele snelle, hele dikke auto. Toen dacht ik zo van, dan komt een nieuwe auto ervoor terug. Dachten we aan de 8-serie. Ja. Ja, gefeliciteerd met je nieuwe auto ook man. Je hebt hem ook pas hè. Hij heeft hem ook pas mensen. Wat ik het mooiste vind aan deze auto is persoonlijk die daklijn. Die daklijn is gruwelijk. Kijk, hij begint hier en dan snijdt hij hem helemaal door. Bam, je kan er gewoon op zitten eigenlijk. Dit. Hier kan je eigenlijk gewoon op zitten. Zo breed is die. Hoeveel? Die auto is 5 meter, maar geloof me, er kunnen normaal 4 mensen erin zitten. Maar vergeet het maar jongens. Er gaat 2. Achter is heel moeilijk. Om jullie een beetje een idee te geven hoe je hier achter kan zitten. Hey, probeer het eens even dan. Dan moet ik mijn jas even uittrekken. Gaat niet lukken, jongen. Dat gaat overlijken, jongen. Ja, wacht. En nu hebben we ook nog de stoel, hè? Ja, je moet hem erin zetten, jongen. Voor de volgers doe je toch. Oké. Hop. Oh. Ja man! Oké,
boys. We zijn nu aangekomen bij een plek waar we mogen vliegen met een drone. We gaan wat mooie dronesopnames voor jullie maken. Ik hoop dat jullie genieten van deze mooie beelden. Even de GoPro ervan afhalen. Ook wat mooie uitlaatshots voor jullie gemaakt.